Hoi, het is best wel mooi weer buiten, lekker om in de tuin te werken. En ik ga mijn tuin vast klaarmaken voor 2023. En omdat we eigenlijk best wel veel hete zomers hebben gehad de afgelopen jaren, ga ik een strook in mijn tuin klaarmaken met planten die aardig wat tegen de hitte kunnen. Het gaat dus om de strook daar achterin bij het hek. Dat is een strook waar dus nu vaste planten en tweejarige planten in zitten. Normaal werk ik alleen met eenjarige planten, maar dat ga ik dus nu veranderen voor de zomers. Ik ga eerst beginnen met de dianthus. Daarvan heb ik er 3 geplant die ik zelf heb gezaaid. Ik heb ze gezaaid in de herfst 2021. Ja, en ze gaan dus in de lente van 2023 bloeien. Ik ben nu ook al inmiddels deze herfst nu weer 3 nieuwe alvast aan het zaaien. Zodat die dan dus weer in 2024 gaan bloeien. Zodat ik dan iedere keer wel bloei heb. Hier kijken we inmiddels naar beelden van 2 jaar geleden. Toen mijn dianthus dus gebloeid heeft. Zo komt dit stuk daar dan dus uit te zien. Je ziet hier 2 roze soorten dianthus en een rode. Nou, welke kleur ik precies gezaaid heb, wordt straks even een verrassing. Maar in elk geval die 3 planten die je dus zag, die komen er zo uit te zien. En ik moet ze dan wel vastmaken aan het hek. Want anders vallen ze om als het bijvoorbeeld veel geregend heeft. Hier staat mijn surprise lavendel. Ik noem het surprise, want die heeft zichzelf uitgezaaid. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dit er dan uit komt te zien. Want als een plant zichzelf uitzaait, dan betekent het niet dat het echt precies een kopie is van de plant waarvan die dus uitgezaaid is. Het heeft zijn eigen kenmerken, kan mooier zijn, kan wat minder mooi zijn. Maar goed, dat wil ik graag ontdekken, dus ik ga het even verplaatsen. Die gaat wat meer naar links. Dit is een Phlox plantje. Phlox zaait zichzelf best wel veel uit. Dus toen ik dit vond heb ik het opgegraven en eventjes bewaard in een bloempotje of in een kweekpotje. En nu kan het dus hier de grond ingaan. Phlox is een plant die best wel goed tegen droogte kan. Die hoeft dus niet heel veel bewaterd te worden. Dus wanneer ik thuis kom op een hele hete dag, dan ziet het er nog steeds goed uit. Nou, hier staat dus een Phlox plant. Deze plant, de kleine plant die je ziet, die wordt dus straks net zo groot als de Phlox plant die ik net had. En hiernaast gaat dus de lavendel die je dan dus net zag. Hier zie je een foto van de phloxplant van mijn moeder. Mijn phloxplantjes komen allemaal van haar vandaan. Zij had ze opgegraven toen ze zichzelf hadden uitgezaaid en aan mij gegeven. En dus, zo komt mijn bloei er ook uit te zien. Maar die van mij zijn dus paars geworden. Want ja, als ze zich uitzaaien, kunnen ze dus ook een andere kleur hebben. Nu ik toch bezig ben, kan ik ook net zo goed even wat tulpen hier in dit stuk gaan planten. Dit is dan toch een stuk waarbij de planten in de lente nog niet echt heel groot zullen zijn. En dan kunnen de tulpenbollen zouden er hier in kunnen. Ik moet alleen even kijken of dat goed, helemaal goed gaat wanneer die phloxplanten wat hoger zijn. Maar ik meen me te herinneren dat die pas na de tulpen enorm de lucht in schieten. Dus dan komt hier nog wel genoeg zon. Nou, zo kun je een beetje het patroon zien waarin ik deze bollen dus ga planten. Alles is geplant, alles zit erin en nu gewoon even wachten of het is aangeslagen. Want wanneer je dingen opnieuw gaat verplanten natuurlijk, moeten ze weer opnieuw goed wortelen. Komende paar dagen regent het zo nu en dan, dus dat komt wel helemaal goed. Hier zijn we dus weer een paar dagen later en het stuk ziet er eigenlijk al prima uit. En dan is het nu tijd om dit stuk verder klaar te gaan maken. Dus dat betekent dat ik het even wil gaan voeden. Alvast genoeg voeding geven voor de komende wintermaanden. En ook een klein laagje compost eroverheen. Nou, hier kun je dus zien, het ziet er al prima uit. Lavendel ziet er goed uit, begint zich lekker te wortelen. Phloxplantje erachter, dat gaat ook wel goed. Hier kan ik even de planten een beetje beter met je langs gaan. Je ziet dus de 2 dianthusplanten die ik hier heb. En verderop heb ik nog een dianthusplant. In het begin blijven ze gewoon echt heel erg klein. En deze heb ik dus zelf gezaaid in, moet ik even heel goed zeggen hoor, in 2021 heb ik ze dus in de herfst gezaaid. Dus ze zijn dus nu al heel erg lang bezig met een beetje aan te slaan. Deze die had het wat moeilijker, want die heeft dus op een ander plekje gestaan, wat meer in de schaduw. Dus het derde dianthusplantje is nog wat kleiner. Dit is mijn hebestruik. Mijn hebestruik heeft dus dikke bladeren. Die kan dus daardoor ook prima tegen de hitte. En hij bloeit eigenlijk best wel veel. Begint in de lente, begint hij al mooi te bloeien. Houdt de bloei ook best lang vol. En ook in de winter gaat hij bloeien. Hier staat een zonnehoed, maar dat zie je dus natuurlijk niet zo goed meer. Want de zonnehoed die is al uitgebloeid, helemaal klaar. En die heb ik dan ook even gesnoeid, omdat ik hem hier naartoe gehaald had en verplant had. Nou, hier zie je een voorbeeld van zonnehoed. Dit is natuurlijk niet bij mij in de tuin, want zo'n grote tuin heb ik niet. Maar ik zag hier dus allerlei zonnehoed staan en ik dacht, daar maak ik even een opname van. Dus de zonnehoed die ik in mijn tuin heb, die is nog heel klein en dat gaat gewoon nog eigenlijk heel erg klein bloeien. Ik ben er lang
dan blij als hij volgend jaar misschien 5 of 6 bloemen heeft. Maar dat geeft je een beetje een idee. En het is ook een hele hete dag hier, dus het kan ook prima tegen de hitte. Hier zie je mijn hebestruik. De plant die je net zag, die was een stuk kleiner. Dat komt omdat het een stekje is van deze plant. Ik had de hebestruik in mijn achtertuin 4 jaar lang. En misschien kun je een paar jaar geleden nog herinneren dat wij zo'n Russisch sneeuwperiode hadden waarbij het min 15 was. Nou, een hebestruik kan best wel tegen de winter, tegen temperaturen van tot aan min 6, min 10. Maar toen was het min 15 voor een aantal dagen. Nou, daar kon die dus niet tegen. En toen ben ik deze plant kwijtgeraakt. Maar gelukkig had ik hem al gestekt. En dus de plant die je nu in mijn voortuin ziet is een stekje van deze grote plant. Dan de boel nu even een beetje winter klaarmaken. Ik ga even hier voeding geven. Ik geef dus voedingkorrels aan dit stuk. Dan ga ik gewoon hier even strooien. En dat gaat dan ongeveer de komende paar maanden mee. Is ook wel goed voor mijn tulpenbollen die hier in de grond zitten. En ik heb hier dus ook nog wat andere bollen in de grond zitten. Die ik de afgelopen jaren al erin had laten zitten. Dus dat kan ook even een beetje voeding krijgen. Phlox heeft eigenlijk geen voeding nodig. En lavendel wat ik er heb staan heeft ook eigenlijk geen voeding nodig. Dus de voeding is eigenlijk vooral voor mijn dianthus. En voor mijn tulpenbollen, mijn hebestruik en mijn zonnehoed. Dan nog even een laag compost. Dit is compost wat ik dus zelf mee bezig ben. 2 jaar geleden heb ik een compostbak gekocht. En daar gaat dan ook mijn keukenafval in en al mijn tuinafval gaat erin. En hier heb ik dus nu compost wat al aardig goed verteerd is. Nou, hier kunnen we dus de grond bekijken. Ik heb dus eerst de korrels gestrooid, de mestkorrels gestrooid. Dan een laag compost overheen. Nou, ik had niet genoeg van mijn eigen verse compost om de strook helemaal af te maken. Maar ik had gelukkig in de schuur nog een zak met gekochte compost staan. Dus daarmee kon ik de strook afmaken. Deze strook is dus nu winterklaar. Klaar om te wachten straks op de bollen in de lente. Nou, een deel van mijn tuin is klaar. Nog lang niet allemaal. Ik heb nog hartstikke veel dahlia's, maar die doen het nu nog leuk. Dus je ziet vanzelf wel weer hoe ik verder ga met winterklaarmaken. Bedankt voor het kijken van deze aflevering en tot de volgende keer.